Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ik worstel nog een beetje met de categorieën en de onderwerpen, maar in ieder geval is dit vandaag een bijdrage over humor. Ik heb lange tijd een dagelijkse uitzending gedaan die ook Daily Minutes heette. Dat was op een landelijke zogenaamde repeater van de zendamateurs. Een repeater is doorgaans een hoogopgestelde sterke zender met daaraan gekoppeld een ontvanger. Daarmee kun je dus met je zender een veel groter bereik halen. Het was niet de eerste Daily Minutes die van mij kwam. 2 jaar daarvoor had ik al een podcast gedaan onder diezelfde naam. Nogal experimenteel, half serieus. Maar zoiets helpt je vaak wel verder, zo'n experiment. Hoe dan ook, de uitzending op de repeater heeft meerdere jaren gelopen. In totaal zo'n 2200 afleveringen, echt. Het leek daarbij leuk om ook humor erbij te betrekken. Binnen de techneutenwereld is humor niet zo heel gebruikelijk. Ik werkte ooit voor een tijdschrift en daar hebben we een paar jaar lang een stripverhaal gehad. Maar dat was iemand die niet uit de zendamateurgemeenschap kwam. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat die eerste humor in het kader van een andere uitzending was. Die wekelijks was, ook op een amateur repeater. De bedoeling was eigenlijk dat het er maar eentje zou zijn. Nee, dat zeg ik niet goed. Het was nooit de bedoeling dat het er meerdere zouden zijn. Het spotje ging over een nogal malafide verzonnen webshop genaamd Wokka Wokka. Die naam had ik gejat van iets waar ik in het begin van de computertijd ontzettend om heb moeten lachen. Dat was op de Apple II-kloon die ik een aantal jaren als computer heb gebruikt. Geheel zelf gebouwd overigens, die computer, naar aanleiding van een bouwpakket. Ik had hem niet ontworpen, maar dat is een verhaal apart waar ik misschien nog wel eens op zal ingaan. Voor die Apple kwam ik op een ruilbeurs van software die ik mede zelf georganiseerd had in het bezit van een programma Fools Basic. Als je dat draaide leek het alsof je normaal je Basic interpreter had, zoals het hoorde. Alleen gehoorzaamde de computer in veel gevallen helemaal niet. Die deed ondeugende dingen als zeggen doe het maar zelf en in plaats van de instructie gewoon niet uit te voeren. Soms ging dat meerdere instructies achter elkaar door en bij de derde keer proberen was er dan de tekst Wokka Wokka. Ik vond dat hilarisch, vandaar dat ik die naam heb hergebruikt. Mijn Wokka Wokka, dat wil zeggen de verzonnen malafide webshop, zond geregeld reclamespotjes in mijn uitzending uit die ze zelf stevast nieuwsbericht noemde, waarbij de spreker, meestal ondergetekende, zich daar in eerste instantie bij versprak. Wokka Wokka noemde zichzelf een uiterst klantvriendelijk bedrijf, hoe kon het ook anders? Ze hadden als service aan de klanten zelfs een afdeling klantbelediging voor het oplossen van problemen. Uiteindelijk is er ook een webshop van het bedrijf gekomen met een prachtige domeinnaam www.agentschaptele.com. Die webshop, heel eenvoudig, bestaat nog steeds. Ik heb al een keer wat van Wokka Wokka laten horen. Ik dacht in een van de Omnibus-uitzendingen. Ik ben van plan als het lukt, het is bij mij in hoge mate afhankelijk van inspiratie, om opnieuw geregeld wat met humor te doen. Dat is experimenteel. Soms vind ik zelf dingen echt hilarisch, maar krijg ik er de handen niet voor op elkaar. Wees wat dat betreft dus een beetje geduldig en begripvol. Er komen ook juweeltjes uit. Een tweede komische rubriek, daar heb ik bij deze bijdrage al wat meer van gebruikt. Die rubriek, in eerste instantie had hij geen naam, maar die is gaandeweg de stemmetjes gaan heten. De grapjes over solderen aan het einde van sommige bijdragen, die zijn voorbeelden van de stemmetjes. Voor een deel bestaan ze uit 2 gesprekken, in het verleden ook meestal over de zendamateurhobby, tussen 2 zeg maar akoestische stripfiguurtjes. De stemmetjes komen overigens uit de computer. Als het lukt komen er in de toekomst meerdere van voorbij. Ik ga ook meerdere van de eerder gemaakte nog een keer in deze bijdrage gebruiken. Net wel die eerder gemaakte die zijn voor een veel beperkter publiek bestemd, namelijk de zendamateurs. De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Popular Science. Als het lukt hoor. Volgt nu nog een 2 gesprekje van de stemmetjes en daarna 1 van de reclamespotjes van Wokka Wokka. Woon jij al lang in de Havermoutstraat? Hoe kom je erbij? Ik woon niet in de Havermoutstraat. Ik woon op het cornflakespad. Oké. En waar woon jij dan? Ja, in de milkshakebuurt. Op het banaan met ananaspad. Nog problemen met plaatsen van antennes daar? Helemaal niet. Ik heb de antennemast wit met een rode spiraalbies geschilderd. En er zit bovenaan een knik in. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is. Let op! Let op! En dan komt nu weer een nieuwsbericht, en dat heus echt geen reclame is. Gezien op de dag voor de radioamateur, maakt nu je YL of XYL blij met de nieuwste innovatie van de wetenschappers van Wokka Wokka. Nieuw van Wokka Wokka, de Powerpoof, de 500 watt eindtrap die je ook als zitmeubel kunt gebruiken. De Powerpoof is een solide korte golfeindtrap die wel een fikse misaanpassing aan kan. Uitgevoerd met soepel kalfsleer in de vorm van een trendy poef om op te zitten. Nooit meer een koude kont, want als er geen konttest is, wat een toepasselijk woord trouwens, dan kunnen de Powerfuts van de poef ook gewoon
gewoon zonder hoogfrequent warm te genereren. Er hebben reeds 30 mensen ingetekend voor de proef waarvan de buitenkant handgemaakt is, want die worden gemaakt door vaardige vingers van brave huismoeders in een of ander derde wereldland, zodat die er ook nog een centje aan verdienen. Prijs voor de powerproof is slechts €3200 ex BTW en lichtnetsnoer. 30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. En gaat ook bij het inspreken van deze uitzendingen wel eens wat mis. Dat levert geweldige bloepers op. Die moet je spaarzaam gebruiken, want te veel daarvan is niet leuk. Maar soms is het wel lachen. Leedvermaak. De nieuwe die ik wil maken, die passen bij de onderwerpen en de doelgroep van de huidige... De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van de huidige Daily Minutes Science... De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Science. De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes. Nou toch. De nieuwe die ik. Nou, dit wordt niks. De nieuwe die ik wil maken. De nieuwe die ik wil maken passen. Ja, nu kan ik mijn toon ook niet vinden. Nou, het houdt echt op. De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Popular Science. Grote god. De nieuwe die ik wil maken... Nou, nu zit ik nog te lachen ook terwijl het hoorbaar is. Nou, dit komt niet meer goed. Let wel, die zijn voor een veel beperkte publiek bestemd, namelijk centamateurs. De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Popular Science. Als het lukt hoor, als het lukt.